Hartelijk welkom mensen, weer in deze eredienst, deze gezegende Sabbat. Ik wens u daarom ook allemaal een gezegende Sabbat toe, dat we een fijne dienst met z'n allen mogen hebben. We hebben weer een nieuwe serie en die willen we met z'n allen onderzoeken. Een nieuw Bijbelboek, en wel het Bijbelboek van Jacobus, met daarbij ook nog Judas. Maar voordat wij beginnen, willen we eerst graag samen zingen. En dat is van Psalm 28, het tweede vers. Hoor naar mijn stem en kermend smeken, als ik mijn handen op zal steken, naar het aanspraakplaats uw heilige woning. Laten we samen zingen Psalm 28, vers 2. Ja, wij willen heel graag horen wat God ons heeft te vertellen. En daarom willen we ook, voordat we iets doen, graag eerst bidden. We hebben een lied gezongen, een intochtslied. Maar we hebben God nodig in alles. Wilt u samen met mij danken en bidden, ook voor de afgelopen week weer. Lieve goede getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus. We komen weer voor uw heilig aangezicht op deze gezegende Sabbatdag, deze geheiligde dag, om u te danken. Te danken dat u ons kracht wilt geven. Elke dag weer. Heren, dat we mogen verstaan wat u met ons voor hebt. We gaan nu een nieuwe studie in, heren, met Jacobus. Daar leren we heel veel uit hoe we moeten leven, wat u van ons verlangt. We moeten daarom ook bekennen dat we nu weer fouten en gebreken hebben gehad. Vader in de hemel, we willen ze aan u belijden. U bent degene die ons hart kent. Open ons verstand dat we ook mogen zien waar we die fouten hebben gemaakt. Lieve heren, wilt u ze anders indachtig maken? Waar de fout ligt bij ons mensen? Heeft veel met zelfzucht en eigenlijk te maken. Heeft veel met jaloezie te maken. Heren, we zullen er straks ook over spreken. Hoe we daarmee om moeten gaan, wat u van ons verlangt. Wilt u ook zo bij die mensen zijn die het moeilijk hebben, verdriet hebben, omdat ze alleen zijn, weduw naast zijn, weduwen zijn, wezen zijn. Heren, help hen, geef hun kracht. Mensen die ziek zijn, op het ziekbed liggen, het zij in het ziekenhuis of thuis. Lieve Vader in de hemel, er is heel veel verdriet in deze wereld. U weet dat als geen ander. En vooral in die eindtijd zal er heel veel gebeuren. Een crisis staat ons te wachten, of zitten we al in? De weeën zijn in elk geval volop gaande. Wilt u ons laten zien hoe wij daarmee om moeten gaan? Wilt u ons helpen, inzicht geven, hoe die beproevingen op ons pad komen en hoe we daarmee om moeten gaan? Hoe wij verzocht kunnen worden, juist door die grote vijand van u en van ons. En dat we staande kunnen blijven daarin. Wilt u daarom deze eredienst ook bij ons zijn, dat we daaruit kunnen en mogen leren. Verstaan mogen wat uw wet, uw geboden, uw inzettingen en rechten ons hebben te vertellen. Zo leggen wij alles weer voor u neer, deze eredienst en deze Sabbatdag. Ook deze afgelopen week.
Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar uit uw grote genade, uw grote liefde, uw trouw en om Christus Jezus, onze geliefde Heer, zijn naam wil. Amen. En voordat wij verder gaan, gaan we eerst Gods wet lezen. Ik blijf het altijd zeggen, lees hem niet als gewoonte, want dan zult u het niet meer gaan begrijpen. Lees hem elke keer nadrukkelijk door, met uw verstand en met uw hart. Dat u gaat zien en verstaan, dat is de spiegel, daar willen we het straks ook over hebben. De spiegel om ons aan te spiegelen, om te laten zien van kijk, zo moeten wij leven. Dat flankt God van ons. En natuurlijk als we zo die wet lezen, zit er veel meer in dan dat wij ooit zelf kunnen beseffen. Laten we daarom samen gaan lezen. Exodus 20 vers 1 tot en met 17. En daar ook steeds meer proberen uit te halen. Dat proberen we straks ook te doen met z'n allen in de voorverkondiging. Vers 1 van hoofdstuk 20 van Exodus. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk ten Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heer, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Tot zover het lezen van de geboden, dat we die maar diep in ons hart mogen meedragen, elke dag weer, en ook elke keer goed begrijpen wat God ermee bedoeld heeft. En zoals al gezegd, we willen de verkondiging doen uit Jacobus. Belangrijk dat wij met z'n allen natuurlijk goed gaan verstaan wat Jacobus in die algemene zendbrief ons heeft te vertellen. En daar hebben we ook een tekst uit gekozen. En wel uit het eerste hoofdstuk van Jacobus. En wel vers 25. Jacobus 1 vers 25. Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks. Deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in zijn doel. Overduidelijk, u zult gelukzalig zijn in uw doen als u die wet houdt. Overduidelijk zouden wij zeggen, ja, het lijkt zo eenvoudig die wet te houden. Er komt nogal wat meer bekijken. Meer bekijken in die zin als wij steeds beter gaan verstaan wat God heeft bedoeld.
We komen op die ladder. Petrus ladder, Jacobs ladder, mag je ook zeggen. We stijgen steeds hoger en hoger en we zien steeds meer fouten van onszelf. Als het goed is, dat we dat ook voorop stellen. Als het goed is. En het is goed bij u, dus u kunt uw fouten ontdekken. Waardoor? Door goed naar die wet te kijken. En ik wil vooral een gedeelte uit Jacobus 1 op voorhand met u behandelen. Want Jacobus heeft 27 versen, het eerste hoofdstuk wel verstaan. En daar staat nogal wat meer. Laten we daarom beginnen bij Jacobus 1, vers 22 te lezen. Jacobus 1, vers 22. En dan begin ik al een stukje uit Jacobus uit te leggen. En dan komen we straks natuurlijk heel in het bijzonder op die wet terug. Vers 22 van Jacobus 1. En zijt daders des woords. Dus juist ook in die wet. En niet alleen hoorders. Dan kunnen we met z'n allen hier wel bij elkaar zitten. Maar alleen maar hoorders zijn en geen daders. Dan hebben we een probleem. Want daar staat achter. Uzelven met valse overlegging bedriegende. Dus als u alleen maar een hoorder bent van die wet, dan bedriegt u uzelf. Hoe gaan hoorders met Gods wet om? Of beter gezegd, hoe gaan hoorders met het gehoorde om? Het gehoorde wat zij van de kansel horen. Of soms uit de Bijbel lezen. Laten we daar eens met z'n allen naar kijken in Jesaja 30. Jesaja 30. En dan vanaf vers 9. Wie zijn dat? En wat voor mensen zijn dat? Dat alleen maar hoorders zijn. Dat zijn weerspannigen, noemt de Bijbel die. Jesaja 30 vers 9. Want het is een weerspannig volk. Het zijn leugenachtige kinderen. Daar komt hij. Kinderen die des Heren wet niet horen willen. En vooral dus ook niet doen willen. Die daar zeggen tot de zieners. Ziet niet. En tot de, daar staat schouwers. Maar daar hoort te staan. Profeten, profeteer ons niet. Lees de King James Bijbel erin. Wat recht is. Dus ze willen niet horen wat recht is. Dus die wet willen ze niet horen. De geboden, de inzettingen en de rechten. Spreek tot ons zachte dingen. Het moet allemaal vrede en geen gevaar zijn. Daar hebt u mij heel vaak over gehoord. Maar dat staat hier dus letterlijk. En schout, profeteer is dat. Profeteer ons bedriegerijen. Ze willen gewoonweg bedrogen worden, staat hier. Ze zullen zeggen, zo is het toch niet. Zo is het wel. Als u alleen maar een hoorder bent van Gods wet en niet een dader, dan mist u alles. Zeggen en schrijven echt alles. Het eeuwige leven mist u dan. U bent alleen maar een hoorder en geen doener. Sommigen dat ook zeggen. Want wat zeggen zij dan op een bepaald moment? Die mensen die alleen maar die hoorders zijn en die alleen geprofiteerd willen worden over bedriegerijen. In vers 11. Wijkt af van de weg. Maakt u van de baan. Die profeten, die predikanten die waarheid, zuivere waarheid brengen, gaat weg. Maakt u van de baan. Wijkt af. Laat de heilige Israëls, wat God bedoelt, van ons ophouden. Daarom, in vers 12. Zo zegt de heilige Israëls, omdat gij lieden dit woord verwerpt, en vertrouwt op onderdrukking en verkeerdheid en steunt daarop. Daarom zal uw lieden deze misdaad zijn gelijk een vallende scheur. Let op wat daar gebeurt, wat daar gezegd wordt. Gelijk een vallende scheur. Uitwaarts gebogen in een hoge muur. Wat is een muur? Een wet. Wat is een de muur? De zondaarswet komt eraan. Welks breuk haastelijk in een ogenblik komen zal. De genadedeur gedicht, de dief in de nacht. Staat hier letterlijk. Dat zijn juist die mensen die zeggen, spreek ons bedriegerijen. Profiteer ons bedriegerijen. Wijk af van de weg. Weg met Gods woord. Dat is dat weerspannige volk.
Daar wordt hier in Jacobus al over gesproken. En hoe werkt dat dan verder? Ik lees je nog even twee versen verder, dan gaan we eens naar die spiegel waar ik het zo pas over had. Vers 23. Dus we hebben nu een beetje die kerkgangers besproken, als ik het zo mag noemen. Naam christenen, na zevendedagse adventisten noem ik ze altijd. Er zijn altijd twee groepen in verbonden. Vers 23 van Jacobus 1. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Komt hij al in een spiegel? Staat voor een spiegel. Hij bemerkt zijn aangezicht. Want hij heeft zichzelf bemerkt, duidelijk, heeft naar zichzelf gekeken en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Dus hij ziet al zijn dingen in die spiegel, hij ziet zijn gezicht, die is natuurlijk heel letterlijk, ziet zijn gezicht en wat dan? Zegt, nou ja, zo ben ik één keer, jammer dan, en ik doe daar verder niets meer mee. Aha, nou dat is mooi dat wij een profetes hebben, want die profetes, die heeft ons iets te vertellen. Juist over die spiegel. Dan gaan we naar Bijbelcommentaren, bladzijde 601. Het gaat juist over die spiegel. En dan willen we met z'n allen lezen vanuit hoofdstuk 1 van Jacobus. Dat is onder de midden, bladzijde 601 van Bijbelcommentaren. Gods zedelijke spiegel staat daar. Gods zedelijke spiegel. Dit is het woord van de levende God. De wet is Gods grote zedelijke spiegel. Dan spreken we dus expliciet over de 10 geboden. Exodus 20, vers 1 tot 17. De mens moet zijn woorden, zijn geest, zijn daden vergelijken met het woord van God. Natuurlijk ook de inzettingen en de rechten. Ware godsdienst betekent het woord in uw dagelijks leven in praktijk brengen. Dus niet alleen maar een hoorder zijn. Uw belijdenis is waardeloos zonder het in de praktijk brengen van het woord. Daar staat je al. Dus uw hele belijdenis is zelfs waardeloos. U kunt wel zeggen, ik ben een gereformeerde, ik ben een hervormde, ik ben een zevendedags adventist. Maar als u dat niet in de praktijk brengt, is uw belijdenis waardeloos. Dat staat nogal wat. En dan komt het werk van een spiegel. Wat doet die spiegel, wat doen die geboden nu exact? Hier is een spiegel waarin wij moeten zien om elk gebrek van ons karakter te ontdekken. Maar veronderstel dat u in deze spiegel kijkt en veel fouten in uw karakter ontdekt. Dan heen gaat en zegt, ik ben rechtvaardig. Dat is veelvuldig gaande momenteel. Ik noem dat heel vaak de fanatieken. Fanatieke gereformeerden heb je ook. Fanatieke hervormden heb je ook. Fanatieke evangelischen heb je ook. Of pinkstergemeentes. Het zijn allemaal fanatieken zitten daartussen. Ook fanatieke zevendagse adventisten heb je ook. Ik ben rechtvaardig. Bent u dan rechtvaardig? Vraagteken. In uw eigen ogen bent u dan rechtvaardig en heilig. Maar, nu komt het. Maar, hoe zou het voor Gods rechterstoel zijn? God heeft ons een maatstaf gegeven en wij moeten aan de eisen daarvan voldoen. Als wij het waren om het anders te doen, deze maatstaf te vertrappen, dat zijn dus de geboden, inzettingen en rechten, en dan voor God staan en zeggen, ik ben heilig, ik ben heilig. Je hoort mij altijd zeggen, die schijnheilige gezichten, vleierijen, pas op, ik ben heilig. Zo doen ze hun ook voor dat ze heilig zijn. Zullen wij op die grote dag van afrekening verloren zijn? Als we dat een beetje tot ons door laten dringen, wat zou dat een schrik zijn voor die mensen die toch wel denken dat ze toch wel heel heilig zijn. En hun ook zo voordoen. Ik zal de laatste zijn die van zichzelf zegt dat hij heilig is. God verklaart nog altijd mensen heilig. Dat kunnen wij ook niet en zullen wij en mogen wij ook niet doen.
En dan gaan we verder lezen. Hoe zou het zijn als wij de straat op zouden gaan en onze kleren met modder vuil maken, om dan in huis te komen, voor de spiegel te gaan staan en bij het zien van onze vuile kleren tegen de spiegel te zeggen: reinig mij van mijn onreinheid. Zou die spiegel het vuil van ons wegnemen? Nou, dat begrijpen we allemaal. Zeker niet. Dat is niet het doel van de spiegel. Die kan alleen maar openbaren, iets laten zien, dat onze kleding vuil is. Maar de spiegel kan de verontreiniging niet wegnemen. En daar draait het om. Dat begrijpt u natuurlijk nu. Die wet is wel degelijk nodig om ons te laten zien waar wij die fouten maken in ieder persoon. Maar die haalt die ongerechtigheid in ons niet weg. In geen enkel geval. En dan gaat de profetes verder. Zo is het ook met de wet van God. Die wijst op de gebreken in ons karakter. Die veroordeelt ons als zondaars. Maar biedt geen vergeving voor de overtreder. De wet kan hem, dus die zondaar, of die fanatiekeling, mag u dus nu ook invullen, die alleen maar hoorder is, alleen maar kerkganger, mag u ook invullen, liberalen, fanatieken, zo noemen ze vaak, om een beetje onderscheid te maken, dat we weten met wie we te maken hebben. Nogmaals, de wet kan hen, dus ook hen, twee groepen, niet redden van zijn zonde. Niemand dus. Maar God heeft een voorziening getroffen. Johannes zegt, als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Daarom komen wij naar hem toe. En vinden daar het karakter van Jezus. De gerechtigheid van zijn karakter redt de overtreder. Als wij van onze kant alles hebben gedaan wat wij konden doen. En daar draait het om. Hebben wij wel alles gedaan wat wij konden doen in ons leven? Dat moet u voor uzelf vaststellen. Hebt u echt wel alles gedaan in uw leven? Bent u niet alleen maar een toehoorder geweest? Een kerkganger geweest? En zegt, hou op, laat die heilige Israëls van ons ophouden. Dan bent u dat weerspannige volk die niet veranderen wil. Daar is het om begonnen. Willen wij veranderen naar Gods beeld? Die wet die verandert u niet, dat hebben we nu ook met z'n allen gelezen. Dat is alleen maar een spiegel waar we naar kunnen kijken hoe we zelf zijn. En vooral die spiegel is natuurlijk de wet. En ook Jezus Christus is ook ons grote voorbeeld daarin. En die kan dus ons persoon weer reinigen. Maar als we even een klein stukje verder lezen. In het midden, bij de volgende regel, volgende linia, de derde linia van boven. Toch, hoewel hij, Jezus Christus dus, de overtreder redt, doet hij Gods wet niet teniet. Let dus op, die wet is niet aan de kant geschoven. Zo velen zeggen, die is aan het kruis genageld. Pas op, heeft met de ceremoniële wet te maken. Met de brandoffers en slachtoffers. Maar zeker niet met de 10 geboden. Maar hij verheerlijkt de wet. Hij maakt de wet groot, omdat deze de zonde openbaart. En daar gaat het om. De wet, 10 geboden, rechten, inzettingen, openbaren die zonden bij ons mensen. Het reinigend bloed van Christus neemt onze zonde weg. Dat klopt wel. Jezus Christus neemt die zonde bij ons vandaan. Op één voorwaarde. En daar komt die grote voorwaarde die menigeen niet goed wil begrijpen. Of er niet naar wil leven. Als wij met een berouwvol hart echt schuldbelijdenis doen. En niet weer die zonde begaan. Dus echt oprecht berouw hebben. En geen spijt om de gevolgen. Nogmaals, als wij met een berouwvol hart bij hem komen. En zijn vergeving vragen. Hij rekent ons zijn gerechtigheid toe en neemt zelf de schuld op zich. Maar dan alleen als u oprecht berouw hebt. Hoeveel mensen in deze tijd hebben niet dat oprechte berouw? Spijt om de gevolgen.
Lieve broeders en zusters, dat is het grote probleem wat nu heerst in alle kerken. Niet één uitgezonderd, inclusief de Zevendaagse Adventistenkerk, Gods laatste volk, die die boodschap nog moet brengen. Maar, zoals u weet, daar staat nog een groep die dat heel goed begrijpt en ook verkondigt. Dus oprecht berouw hebben is zo ontzettend belangrijk. Anders kan Jezus Christus u niet van die zonde redden. Want dan wilt u niet stoppen, maar gaat u weer diezelfde zonde. Elke keer weer hetzelfde. En dat is nu net wat Jezus Christus bij u weghalen wil. Stoppen met zondigen, waar wij altijd voor bidden. En dat kan door Gods kracht, door Jezus Christus kracht. Dat Hij het willen en werken in ons doet. En dan pakken we nogmaals dat geweldige mooie vers erbij. Vers 25, onze tekst. En wil ik u ook nog in het bijzonder iets specifieks bij halen. Uit de Romeinenbrief gaan we eerst Jacobus 1 vers 25 nog lezen. Maar die inziet in de volmaakte wet, dus die spiegel, die de vrijheid is. En als u die wet houdt, dan bent u vrij van die wet. Nogmaals, die wet blijft gelden. En daarbij blijft, dat staat er dus ook heel duidelijk in, u moet wel daarin blijven. Niet meer zondigen, in die wet blijven. Het is lust voor mij, mijn God, uw wil te doen, zei de Heer Jezus. Uw wet is in mijn binnenste, dus die wet blijft in ons. Deze geen vergetelijk hoorder, dus niet die kerkganger is, geworden zijnde, maar een dader des werks. Dat is prachtig. U wordt een dader des werks. U gaat over naar daden, werken. Deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. U kunt dus alleen maar godzalig worden door Gods wet houden. Dat staat daar. En ik wil even terugkomen juist op dat woordje vrijheid. In de volmaakte wet die er vrijheid is. En op mensen zeggen, nou, dan is die wet aan de kant geschoven. Nou, geen zin natuurlijk. Hij maakt ons vrij. Vrij. Van zonden. Zo zouden we dat veel beter kunnen lezen. Maar we willen even naar Romeinen 7. En dan 6 plus 7. Romeinen 7. Natuurlijk, Paulus vertelt exact hetzelfde als Jacobus. Dat mag duidelijk zijn. Romeinen 7, de versen 6 plus 7. Romeinen 7, vers 6. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. Ziet u? Staat precies hetzelfde, die vrijheid, vrijgemaakt van de wet, van die volmaakte wet. Overmits, omdat, dat moet er natuurlijk wel bij, overmits wij dien gestorven zijn. Wij zijn gestorven, waarin? In de zonden. Onder welke wij gehouden waren. Alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes. Gods geest is in ons gedaald. En niet in de oudheid der letter, die vormendienst, oudheid der letter, het vleeselijke dus. En als we 7 erbij pakken, want de meeste mensen, ook zelfs moderne predikanten, die stoppen hier. Kijk, wij zijn vrij van die wet gemaakt, die wet is overbodig. Nou, dan wordt dat een complete leugen, want dan moet u wel verder lezen. Vers 7 namelijk, en doorlezende, maar we houden ons hierin bij vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Kijk, dat is die spiegel. U kende de zonde niet als u niet in die spiegel kijkt. Maar u hebt nu in die spiegel gekeken, in de wet, Exodus 20 vers 1 tot en met 17. En nu kent u de zonde. Want ook had ik de begeerlijkheid, straks in het bijzonder ook nog over, de begeerlijkheid niet geweten, zonder te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. En nu gaan we terug naar de 10 geboden nemen. Want wij willen met z'n allen die 10 geboden bespreken. En ik heb de eerste geboden, beter gezegd, de eerste 9 geboden allemaal al met u besproken. En nu gaan we naar het 10e gebod. En het 10e gebod is, gij zult niet begeren in uw naasten huis.
We spreken nu eerst even over het begeren aan zich. Dus Exodus 20, vers 17, er staat duidelijk: gij zult niet begeren uw naasten huis. Het gaat om die begeerlijkheden. Huis in dit geval. Goederen. Dus we zien heel goed dat in Romeinen 7, vers 7 er staat: wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de begeerlijkheden niet dan door de wet. Paulus noemt dat ergens anders ook natuurlijk. En dat komt hij hier expliciet weer op terug. U weet als geen ander dat zonde, begeerlijkheid, zonde is. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn. Indien de wet niet zei dat gij zult niet begeren. En dan verder: maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. Als er geen wet is, is er ook geen zonde. Daar draait het om. Als wij nu een beetje gaan verstaan, zou die wet aan de kant gezet zijn. 10 geboden, laten we daar eerst maar even bij houden. Wat dan? Dan was er ook geen zonde geweest. Dan zeg ik, ja, je snapt wel wat we zeggen. Dan was er wel zonde geweest, maar dan was er geen veroordeling voor die zonde geweest. Die wet maakt overduidelijk bekend wat zonde is. De spiegel. We spreken over een letterlijke spiegel, kunnen we zien. Hebben we besproken met z'n allen. Ook vanuit de geestelijke profetie weg. En we hebben een geestelijke spiegel. Een spiegel in ons hart. Dat wij veranderen moeten naar Jezus Christus beeld. Tot zover even. Juist het gebod, gij zult niet begeren. En daar hebben we met z'n allen juist in Romeinen 7 tot en met 12 mag je daar verder lezen. Maar vooral het 7e vers van Romeinen 7 ook expliciet over gaat. Tot zover eerst de voorverkondiging. We willen nu met z'n allen eerst weer een lied zingen. Voordat we verder gaan. En dat is Psalm 119, onder onze lievelingspsalm. En we gaan gewoon doortellen met de psalm. We zijn vorige keer gestopt bij vers 28. En we hebben nu vers 29 van Psalm 119. Vers 29. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Bewaren is doen. Daar staat het al, wat wij met z'n allen hebben besproken. Laten we samen Psalm 119, vers 29 zingen. Ja, wees naar uw woord genadig. Ai, behoed uw knecht en red hen uit gevaren. Dat we zonden zouden begaan, op wat voor manier ook maar.
We willen de schriften verder openen. En we gaan met z'n allen lezen, zoals gezegd, Jacobusbrief. De algemene zendbrief van de apostel Jacobus. En daar starten we mee in het eerste vers natuurlijk. En het is een vrij lang hoofdstuk. 27 versen. En u hoort me natuurlijk altijd zeggen, we zullen lang niet alles mee kunnen behandelen. En dat is hier ook zo bij. Maar we zullen toch zoveel mogelijk er proberen uit te halen. Vandaar ook een stukje voorverkondiging nemen soms even mee. Dan hebben we wat meer tijd daarvoor. En om wat meer te behandelen. Laten we samen lezen Jacobus 1, de versen 1 tot en met 27. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt, wetende dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk middelijk geeft en niet verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende. Want die twijfelt is een baar der zeegelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens meende niet dat hij iets ontvangen zal van den Heer. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roemen in zijn hoogheid. En de rijke in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt en zijn bloem is afgevallen. En de schone gedaante haars aanschijns is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degene die hem lief hebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zegt: ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwaad. En hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. En de zonde voleindigd zijnde, baart den dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van ommekeer. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En zij daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Want zo iemand een hoorder des woords en niet een dader is, is een man gelijk welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in een volmaakte wet die de vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijke hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in zijn doen. Indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is
en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze. Wezen en weduwen bezoeken in een verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Weer zo'n prachtige volzin van Jacobus. Paulus had dat ook over zich. En we zien dat al die apostelen dat over hen hadden. We hebben hier een tekst bij. En wel uit Petrus. Eerste brief van Petrus. Die komt daar direct na. Na de Jacobusbrief. En wel 1 Petrus 1 vers 7. 1 Petrus 1 vers 7. Opdat de beproeving uw geloofs die veel kostelijker is dan van goud, het welk vergaat, en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En daar hebben we nog een tekst bij. Want dit is prachtig. Die beproevingen, daar zullen we het natuurlijk met z'n allen over hebben. Dat heeft heel Jacobus het over in zijn eerste hoofdstuk. Weten we, hoofdstukken had hij niet. Hij heeft het als één brief geschreven. Maar het is wel interessant dat wij nu hoofdstuk 1 gaan behandelen. En daarom willen we ook naar Openbaring 14 vers 12. Dus beproevingen krijgen wij. Die wet hebben we al veel in de voorstudie gehad. En dan willen we naar Openbaring 14 vers 12. Ook Jacobus spreekt daar namelijk over, over die lijdzaamheid. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Dus Openbaring 14 vers 12 is verweven in die engelenboodschap. En die kunnen wij leren verstaan met z'n allen. Tot zover eerst onze schriftlezing in onze twee teksten. We hebben twee teksten in dit geval, omdat dat zo ontzettend mooi aansluit. Bij hetgeen wat Jacobus heeft geschreven. We willen eerst weer zingen. En daarna God vragen om verlichting van de Heilige Geest, omdat we dat allemaal, u niet alleen, ik ook, heel hard nodig hebben. We moeten die waarheden diep in ons hart zien te krijgen. En wel Psalm 77 vers 6 gaan zingen. Psalm 77 vers 6. Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Nou, dan lezen we en zingen we straks de rest. Zeker niet. God helpt ons aan alle kanten. Juist ook met de verkondigingen. We mogen verstaan. Laten we samen zingen Psalm 77 vers 6. Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Het zoete komt als we straks in de hemel zijn.
Daar verlangen we natuurlijk met z'n allen naar. Alvorens wij het woord verder gaan onderzoeken, willen we eerst samen God zoeken in gebed. Vragen om verlichting van de Heilige Geest. Wilt u samen met mij danken en bidden? Lieve goede getrouwe God en Vader, lieve Heer Jezus. We komen weer voor uw heilige aangezicht om u te danken. Te danken dat we zo bij elkaar mogen zijn, dat we uw woord kunnen en mogen onderzoeken. De omstandigheden worden steeds moeilijker. De crisis wordt steeds benauwder. En lieve Heer, we hebben maar één ding te doen. Dat is uw woord onderzoeken, uw geboden in ons hart meedragen en daaruit leven. Maar we hebben een gids nodig. We hebben u nodig, lieve Heer Jezus. Hoe kon u die geweldige waarheden tentoonspreiden en die haat van die fariseeën, sadduceeën, schriftgeleerden, wetgeleerden, hoe kon u die overwinnen? U wilt ons leren hoe wij die ook kunnen overwinnen. Verzoekingen kwamen op uw pad. Verzoekingen komen op ons weg. Heere Jezus, u bent degene die ons het verstand nu moet openen. Ons met uw Heilige Geest moet aanraken. Met die heilige kolen van het vuur op ook mijn lippen komen. Om dat te kunnen uitleggen. Want uit onszelf kunnen we dat niet. Lieve Heer Jezus, lieve goede getrouwe God en Vader, wat hebben wij u nodig in alles? Door middel van uw Heilige Geest, ook door middel van uw engelen, die ons heel nadrukkelijk bij de les willen houden. Dat als er geprofiteerd wordt, als er dingen gesproken worden, dat ze in ons hart komen. Dat we niet wegzakken, in slaap vallen. Hoe is het toch mogelijk bij zo'n belangrijk woord in deze tijd dat mensen in slaap vallen tijdens de erediensten? Uw heilige engelen maken allemaal aantekeningen. Beseften we dat maar wat meer. Lieve Vader in de hemel, wilt u ons daarom helpen. Ook deze eredienst. Dat we mogen verstaan wat er de oorzaak is. Waarom we zo zijn. Wat er gebeurt. En wat de gevolgen dan zijn. Oorzaak, gevolg. Dat moeten we toch verstaan met z'n allen. Kom daarom met grote kracht over ons. Dat we dat diep tot ons door mogen laten dringen. En dat u ons dat wilt leren. Zo leggen we deze eredienst, deze verkondiging voor uw heilige aangezicht neer. Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar uit uw grote genade. En in uw trouw en in uw liefde, lieve Heer Jezus, die u ons hebt bewezen door naar Golgotha te gaan. En onze schuld op u te nemen. Eeuwig dank daarvoor. Dit bidden we daarom ook in Christus Jezus, onze geliefde Heer, zijn naam wil. Amen. Jacobus, u zult merken dat ik ook heel veel spreuken erbij pak. Spreuken, Jacobus, hebben veel gemeen. Waarom hebben die veel gemeen? Salomo, mag ik ook zeggen. Spreuken. Salomo heeft spreuken geschreven met anderen. Maar het is belangrijk, waarom heeft dat gemeen? Die waarheden, ongerechtigheden, die zijn ook uitgelegd in spreuken, ook in prediker. En als we dat eens een beetje bijpakken, wat God daar heeft bedoeld, kunnen we heel veel leren uit spreuken ten opzichte van Jacobus. Daarom wil ik eerst even een klein stukje uit spreuken halen, dat u dat direct al een beetje ziet. En dat gaat over oorzaak en gevolg. Daar heb ik ook al voor gebeden. En dan gaan we naar bladzijde 206... van de Bijbelcommentaar. Bladzijde 206, Bijbelcommentaar. En laten we anders bladzijde 205 erbij pakken. Hoofdstuk 16 van Spreuken. Dan hebt u dat totale beeld een beetje helder. Het gaat vooral bovenin in bladzijde 206. Maar we starten even in bladzijde 205 om het te complementeren. Onderin hoofdstuk 16. God leest de verborgen gedachten. Daar staat nogal wat. God kent uw verborgen gedachten. En ook de mijne. Het dient voor het welzijn van iedereen om zijn eigen hart te doorzoeken. En elke door God gegeven hoedanigheid te verbeteren. Dus kijkend in die spiegel
Wij moeten ons eigen hart, ons eigen karakter verbeteren. Laat iedereen bedenken dat er geen enkele drijfveer aanwezig is in het hart van wie dan ook. Van wie dan ook, dus niemand uitgesloten. Of de Heere ziet dit duidelijk. De drijfveren van iedereen worden zo zorgvuldig afgewogen, alsof de bestemming van de mens afhankelijk was van dit resultaat. En dat is natuurlijk ook zo. Verstaan wij, want daar worden wij op geoordeeld. En nu komt het belangrijke stuk. Want ik zei, oorzaak-gevolg. We hebben behoefte aan een verbinding met goddelijke kracht. Opdat we meer licht, nieuw licht, in die tijd leven we dus nu ook, sinds de hervormingsperiode, meer licht hebben en beter begrijpen welke samenhang er tussen, daar komt-ie, oorzaak en gevolg bestaat. Dus wij moeten, als we meer licht krijgen en meer licht willen hebben, kunnen we die samenhang ook beter gaan verstaan tussen oorzaak en gevolg. En daar zijn we nu ook met z'n allen mee bezig, juist ook in de Jacobusbrief. Ons begrip moet ontwikkeld worden doordat we deel hebben aan de goddelijke natuur. Gerechtigheid door geloof. Jezus Christus in ons. Nadat we ontkomen zijn aan het verderf dat in de wereld heerst door de begeerte. Daar hadden wij het over. Die begeerte. Dat tiende gebod. Exodus 20 vers 17. Laat een ieder zorgvuldig de ernstige waarheid overdenken. De scherp omlijnde waarheid, dat nieuwe licht, die ernstige waarheid overdenken. Zevende hervormingsperiode, komt daar dus nieuw licht. Daar zitten we dus nu in. God in de hemel is getrouw. En geen enkel plan, hoe ingewikkeld ook, geen enkele drijfveer, hoe goed ook verborgen, we kunnen wel verstoppertje spelen, maar dat werkt bij God niet, die hij niet duidelijk begrijpt. Hij begrijpt alles. En zijn eigen verborgenheden weet God en wil hij u en mij bekendmaken. Hij leest de verborgen bedoelingen van het hart, daar komt hij alweer. De mensen kunnen verkeerde daden bedenken voor de toekomst. In de mening dat God die niet doorziet. Maar op die grote dag, als de boeken worden geopend en ieder mens wordt geoordeeld naar datgene in de boeken geschreven staat, zullen deze daden gezien worden in het juiste licht. Oorzaak, gevolg. De Heere ziet en begrijpt elke oneerlijkheid bij het maken van plannen. Menselijke plannen dus. Elk onwettig zich toe-eigenen, in welke mate ook, van bezittingen of gelden. Elk onrecht dat de mens zijn medemens aandoet. En daar hadden we het ook over in dat tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naaste huis en daar volgen daar 7 punten na. Dus, oorzaak-gevolg. Wat houdt dat in? Oorzaak-gevolg. Dat wij ook met z'n allen die oorzaak moeten ontdekken hoe wij tot zonde verleid worden. Of, misschien moeten we zeggen, hoe moeten wij de oorzaak ontdekken hoe wij niet tot zonde verleid worden. De gevolgen hebben van zondeloos kunnen leven. Ik wil liever die kant natuurlijk met u op. Want daar is ook een oorzaak-gevolg situatie in. En die wordt hier heel nadrukkelijk door Jacobus beschreven. Dat is natuurlijk zeer interessant. Als wij weten hoe wij uit die zondeval wegkomen kunnen. We zullen wel gaan verstaan natuurlijk dat dat niet makkelijk is. Maar wij hebben een Heer, die wil ons helpen. En dan gaan we nu eens met z'n allen lezen, met een in gedachten, oorzaak-gevolg. God kent alle gedachten en God reageert daarop. En dat zullen we lezen natuurlijk door beproevingen. Loutering. Dus wij willen weten hoe wij zondeloos zouden kunnen leven. In leidzaamheid. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren. En dat doen. En het geloof van Jezus hebben. Geheiligd zijn. Wij starten met Jacobus 1 vers 1. Jacobus 1 vers 1.
Jacobus, een dienstknecht van God en van den Heer Jezus Christus. Aan de 12 stammen, aan de 12 keer 12.000, 144.000, die in de verstrooiing zijn. Zaligheid. Zo mag ik dat lezen in die 7e hervormingsperiode. Interessant dat hij spreekt dus over de verstrooiing. Dat klopt, want al die apostelen, discipelen van Jezus Christus, 500 waren er eerst op de berg, heeft de Heer Jezus nog toegesproken. 3 jaar lang zijn duizenden bij toegevoegd tot Stefanus aan toe. En wat gebeurde er toen? Toen was die verstrooiing in één keer over heel Israël. Even naar 1 Petrus toe. Petrus spreekt exact hetzelfde. Eerste brief van Petrus. Vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dan gaat hij ook verder. De uitverkoren naar de voorkennis van God en Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid voor verkondiging en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Dus verstrooiing alom. En wij zitten nu ook als geen ander in de verstrooiing. Nou, als we dat een beetje verstaan, dan heeft het alles te maken met onze tijd. En daar willen we nu goed op ingaan. Dan staat er iets dat we zeggen, ja, daar worden we niet blij van. Maar God zegt, door Jacobus, je moet wel blij zijn. Laten we maar eens lezen, vers 2 van Jacobus. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Ik wil niet veel zeggen. Als mensen dit gewoon lezen, dan zeggen ja, maar daar word ik helemaal niet blij van. Ik wil helemaal niet in verzoekingen vallen. Acht het voor grote vreugde. Waarom dan? Waarom moeten we dan nu blij worden om in die verzoeking te vallen? Er komt nog iets achteraan natuurlijk. Oorzaak gevolg. De oorzaak, wees blij dat u verzoekingen krijgt. Velerlei verzoekingen. Valt. Wetende, daar komt het gevolg, wetende dat de beproeving, dus die oorzaak, uw geloofsleidzaamheid werkt. En wij willen niets liever dan openbaring, 14 vers 12, hier is de leidzaamheid der heiligen, hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus hebben. Dus, leidzaamheid werkt dat. Verzoekingen, beproevingen, werkt tot leidzaamheid. De oorzaak is beproeving, het gevolg is leidzaamheid. Als het goed is. Als u naar de Heer Jezus toe gaat en hem vraagt, lieve Heer, hoe moet ik daarmee aan? Niet vertrouwen op mensen. Hè? Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt, schrijft de profeten. En dan vers 4. Doch de leidzaamheid hebbende een volmaakt werk. En echt een volmaakt werk. Werk doen. Opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht. Dus al die 10 geboden houden. Oprechtheid, gerechtigheid. In geen ding gebrekkelijk. Ja, dat wordt wel heel moeilijk. In geen ding gebrekkelijk, ja. Echt in geen ding gebrekkelijk. Zonder vlek of rimpel. Laten we eens naar Bijbelcommentaren, bladzijde 200 toe gaan. Bladzijde 200. Zoals al gezegd, spreuken. Spreuken vertelt ons ontzettend veel. En dan iets onder de midden. Hoe harten bewaard kunnen blijven voor God. Hoe harten bewaard kunnen blijven voor God. Een ijverig onderzoeken van het hart is noodzakelijk voor de gezonde groei in de genade. Groeien in genade, ervaring met Jezus Christus hebben. Tweede, genadegift. Dus ons hart moeten we zelf ook onderzoeken. En God, hebben wij gelezen, kent alles, weet alles. En wij willen geheel oprechtelijk leven. Dus dat is onderzoek van het hart noodzakelijk. In zijn natuurlijke toestand is het hart een woonplaats van onheilige gedachten. Weer die gedachten. En zondige hartstochten.
U zit dus vol met zondige hartstochten in eerste instantie. Ongerechtigheid dus. En we willen geheel oprecht leven. Wanneer het aan Christus onderworpen wordt, moet het door de geest, dus de Heilige Geest, met hoofdletter, van alle onreinheid gereinigd worden. Dit is onmogelijk zonder de instemming van de mens. Dus wij moeten daar mee instemmen. Als het hart gereinigd is, heeft de christen tot taak dit onbesmet te bewaren. Bewaren is doen. Werkzaam zijn in Gods koninkrijk en bewaren, diep in uw hart bewaren, ik wil onbesmet wandelen in deze wereld. Velen schijnen te menen dat de godsdienst van Christus niet eist dat met de dagelijkse zonden wordt gebroken. Dat ze geen gewoonten hoeven te verbreken die hen in slavernij hebben gehouden. Dat was de andere oorzaak-gevolg. Oorzaak, als u uw zonden niet opgeeft, is het gevolg slavernij in deze wereld. Overduidelijk. Aan de andere kant, als u de zonden opgeeft, oorzaak, wandelt u in leidzaamheid, geheiligd leven, samen met Jezus Christus. Twee oorzaken en gevolgen. Waar kiest u voor? Ik zal hem nogmaals lezen. Velen schijnen te menen dat de godsdienst van Christus niet eist. Dat met de dagelijkse zonden wordt het gebroken. Dat ze geen gewoonten hoeven te verbreken die hen in slavernij hebben gehouden. Ze geven sommige dingen, dus niet alles, sommige dingen die hun geweten veroordeelt op. Maar laten na om Christus in het dagelijks leven naar voren te brengen. In hun gezinnen brengen ze de geest van Christus niet in praktijk. Daar ligt het al. Hoe belangrijk is dat gezin? Ze tonen geen bedachtzaamheid en zorg in de keuze van hun woorden. Maar al te dikwijls worden bijtende, ongeduldige woorden geuit. Die de laagste hartstochten van de mensen wekken. Van kinderen naar ouders, ouders naar kinderen. Zulke mensen hebben behoefte aan een blijvende aanwezigheid van Christus in het hart. Kijk, daar draait het om. Die blijvende behoefte aan Jezus Christus in hun hart. Alleen door zijn kracht kunnen ze hun woorden en daden beheersen. Dat kunt u zelf niet. Oorzaak, gevolg. In dit werk, daar spreken we straks ook nog heel nadrukkelijk over. In dit werk van reinhouden van het hart moeten we gedurig bidden en onvermoeid onze smeekbeden brengen voor de genadetroon om hulp te ontvangen. Dus naar Jezus toe komen. Zij die de naam van Christus dragen, moeten ernstig en ootmoedig tot God komen en om hulp smeken. De christen kan niet altijd een biddende houding aannemen, maar zijn gedachten en wensen kunnen altijd naar boven gericht zijn. Ons zelfvertrouwen zou verdwijnen als we minder zouden praten en meer zouden bidden. Spreken is zilver, zwijgen is goud. U ziet als geen ander wat we nu hebben besproken. Oorzaak, gevolg. Wilt u oprecht leven, volmaakt worden, volmaakt zijn, in een geen ding gebrekkelijk, dan moet u dus naar Jezus Christus toe. Lees dit stuk nog eens goed door. Zo mooi is dit beschreven. En dan komt hij. Op een bepaald moment ja, zegt hij, hoe moet ik dit doen? Heere, help mij. Help mij. Hier staat die kreet in een andere bewoording. Lezen we vers 5. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dus hoe moeten we dat doen? Dat hij ze van God begeert. Dus we moeten terug naar dat woord. En dat is juist de begeerte. Hè? Dat is niet die begeerte van de geboden, het gebod, het tiende gebod. Die een ieder mildelijk geeft. God geeft u mildelijk. Hij wil u helpen. En niet verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Dus begeer één ding. Die wijsheid van God om die oorzaak gevolg bij u te ontdekken. Oorzaak gevolg weten we wel. Als we niets van God willen horen, dan hebben we het gevolg dat we in die wereld zitten.
verloren gaan. Maar het andere willen we wel, die begeerte van God horen. Dat is een verkeerde begeerte, huizen en het tiende gebod. Maar wilt u echt die begeerte hebben om van Jezus Christus te leren, wat dan? Dan krijgt u die wijsheid. En God geeft u die wijsheid. Maar, nou komt er nog een maar bij. Dan denk ik, nou dat gaan we doen. Dat gaan we doen. En dan gaan we met z'n allen aan het werk, samen met de Heer en we bidden. En lieve Heer Jezus, wilt u ons helpen? En dan gaat het nu net even niet zoals wij gaan willen. Nou, zeg je, dat kan toch niet. Ja, dan zijn heel veel mensen, nou ja, dan zou ik wel wat verkeerds hebben gedaan. Of, dan zou God me niet hebben gehoord. Of, ja, wat dan? Dan gaan we twijfelen. Dan gaan we twijfelen naar Gods woord. Zet maar eens op. Dat zegt Jacobus hier heel duidelijk. Maar dat hij ze begeren, in vers 6, maar, daar komt die maar, zeg ik heel vaak, maar dat hij ze begeren in geloof. Dus u moet wel geloven dat u geholpen wordt door de Heer Jezus. Niet twijfelende. Dus ongeacht wat de uitkomst is. Want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op en nedergeworpen wordt. Want die mens meende niet dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Een dubbelhartig man is ongestadig in zijn wegen. Nou, er staat een hele hoop, 3 versen. Niet twijfelen. U moet niet verwachten als u twijfelt dat u ook maar iets krijgt. Want dan bent u een dubbelhartig man. Ongestadig in al uw wegen. Dus dan heb u geen voorspoed meer. Ongeloof laat u zien. Zelf daar, in Spreuken weer, bladzijde 198, wordt er heel mooi over gesproken. Hoofdstuk 3 van Spreuken. Geweldig als u dit gaat zien. Dus we spreken nu eerst eens even over die twijfel. U bent gestart met de Heer, u hebt uw leven overgegeven, u bent een wedergeboren kind van God en dan gaat het niet zoals u wilt. Ja, bijna zou u boos worden, toch? Ook op God. Ja, en op uzelf. Dan bent u al aan twijfel. Dan bent u God al ter verantwoording aan het roepen. Nee, wij moeten niet twijfelen. God helpt ons. Hij zal mildelijk geven, hebben wij met z'n allen gelezen in vers 5. Maar we lezen eerst bladzijde 198, hoofdstuk 3, bij punt 6. God leidt ons in het doen van zijn wil. Dus als we ons overgeven aan God, moeten we ook zijn wil doen. En moeten we ons ook laten leiden. Dus niet twijfelen. Heeft God niet gezegd dat hij de Heilige Geest zal geven aan hen? Hebben we ook gelezen, stond met hoofdletter, geest, aan hen die daarom vragen? En is deze geest geen werkelijke, geest met hoofdletter, een waarachtige gids, weer met hoofdletter? Sommige mensen schijnen bang om God aan zijn woord te houden, alsof dat een aanmatiging zou zijn. Als God zegt, ik help jullie, ik zal jullie wijsheid geven, dan kunnen we God daaraan houden. Ze bidden de Heer om ons leiding te geven en zijn toch bang om beslag te leggen op Gods belofte en te geloven wat wij over hem hebben geleerd. Zolang we nederig tot onze hemelse Vader komen, bereid om te leren en ons te laten onderwijzen, dat moet er wel bij natuurlijk, laten onderwijzen, behoeven we niet te twijfelen aan de vervulling van Gods eigen belofte. Twijfel komt alleen maar hieruit voort dat u niet uzelf volledig hebt overgegeven aan Jezus Christus. Daar komt twijfel uit voort. Onherroepelijk. Dus u moet wel geloven dat hij een beloner is voor degene die hem oprecht zoeken. U moet geen enkel ogenblik aan hem twijfelen. En hem daardoor onteren. Dus u onteert zelfs God als u twijfelt. Als u ernaar gestreefd hebt zijn wil te kennen, is het uw aandeel in Gods werk te geloven dat u geleid en gezegend wordt in het doen van zijn wil. Dus als u zijn wil doet, dan wordt u ook gezegend erin. Onherroepelijk. Al lijkt het soms in eerste instantie niet zo. Het kan zijn dat we onszelf niet vertrouwen uit vrees dat we zijn onderricht verkeerd verstaan. Maar maak zelfs dit tot een onderwerp van gebed.
Beetje moeilijk misschien. Stel, u bidt en u zegt, Heer, ik wil u volgen, waar u ook heen gaat. En dan gaan hele andere dingen gebeuren. En dan denk ik, dit is toch niet wat God wil. Dan moet u weer naar God terug. Een voorwerp van gebed van maken. Lieve Heer Jezus, ik weet niet wat er om me heen gebeurt. Ik begrijp het niet. Maar dit gebeurt om me heen. En wilt u mij daarin blijven leiden? Wat moet ik doen? Dus niet direct stoppen met bidden. Blijven bidden en blijven de op God vertrouwen. Dus maak dat onherroepelijk ook weer ontwerp van gebed. En vertrouw op hem. Blijf hem volkomen vertrouwen. Daar draait het om. Dat zijn Heilige Geest u zal leiden om zijn plannen en de werking van de voorzienigheid op de juiste wijze te verklaren. Het was Christus die de Israëlieten door de woestijn heeft geleid. En het is Christus die zijn volk in deze tijd leidt, u en mij. Door hen te laten zien waar en hoe ze moeten werken. Dat is natuurlijk vooral belangrijk bij, waarbij? Bij het brengen van de luidroep. Ja, en dan komt die andere kant. We gaan straks even verder, houdt u bladzijde 199 bij de hand. Dan komt die andere kant. Vers 9 van Jacobus, eerste hoofdstuk. Maar de broeder die nederig is, roemen in zijn hoogheid. Gelukkig. U kunt roemen in uw hoogheid als u nederig bent. Dus dan hebt u geen hoogheid. Dat wil Jacobus daarmee zeggen. Dan komt die andere kant. En de rijke in zijn vernedering. Want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. U kunt wel rijk zijn, geld bezitten. Maar het is net een bloem op het gras. Het komt op, verdord, wordt in de oven geworpen. Psalm. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras dor gemaakt. En zijn bloem is afgevallen, dus van je rijken. En de schone gedaante, haars aanschijns, is vergaan. Ons lichaam vergaat ook, blijft niets van over. Alzo zal het ook de rijken in zijn wegen verwelken. Die rijken die verwelken. Kunnen we een heel hoop geld hebben en vertrouwen op ons geld en op ons goed. Het verwelkt allemaal. Dus je moet natuurlijk wel alles loslaten, zegt die Jacobus hier. We kunnen niets meer vasthouden. Dan komt het nogmaals, een beetje een herhaling van vers 2 en 3 in vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Dus nogmaals, ja, we zitten onder die druk van deze wereld, van broeders en zusters zelfs die ons haten. En dan moeten we zalig is de man die die verdrukking verdraagt. Want dat klopt dus wel. Die verdrukking komt, die moet komen om u, uw allerlichtste hart te veranderen. Dat moet omgekeerd worden. U moet niet en mag niet meer boos worden. U moet oog gericht houden op Jezus. U mag niet twijfelen. U bent toch nederig? Kijk, daarom is dat oorzaak gevolg. Verzoekingen, loutering nodig om u tot die zaligheid te brengen. Nogmaals vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd, dan komt hij dus, beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degene die hem lief hebben. Wij hebben over die twee kronen gesproken. Openbaring 2 vers 10 en Openbaring 3 vers 11. Weet u nog? Het zijn dezelfde kroon. Maar u zult en kunt die kroon bemachtigen. Belangrijke zin komt nu. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Wie verzoekt u en mij? Er is maar één die u en mij verzoekt. Dat kunt u zelf zijn. Doordat u naar die vijand luistert. En die vijand verzoekt hij dus. Dus in principe komen die verzoekingen bij de vijand vandaan. En u luistert naar die vijand. De Satan. De duivel. De draak. De slang. Ik heb al gezegd, houd u even vast bij bladzijde 199 van Spreuken. Want dat gaat even in op die wijsheid. Wij kunnen wijs zijn. Daar staat boven, bladzijde 199, tweede alinea van boven, de betekenis van blijvende wijsheid.
Dus als u dit verstaat, kunt u steeds dieper ook Jacobus gaan verstaan. Ware wijsheid is een schat die blijvend is als de eeuwigheid. Dus die nemen wij ook mee ten eeuwige leven. Velen van de zogenaamde wijze mannen in de wereld zijn alleen maar in hun eigen ogen wijs. Dat zijn die rijken. Zij zijn tevreden met het verkrijgen van wereldse wijsheid en gaan nooit Gods hof binnen. Onbekend te worden met het schatten van kennis die in zijn heilig woord te vinden zijn. Die hoeven Gods woord niet te onderzoeken. Wij zijn wijs uit onszelf. Wij zijn rijk. Nou, dat zijn die bloemen die zal wel afvallen. Terwijl ze menen dat ze wijs zijn, verkeren ze in onkunde wat betreft de wijsheid die allen die het eeuwige leven willen gewinnen, moeten bezitten. Dus je moet die wijsheid, oorzaak, gevolg, hoe komen wij tot die leidzaamheid, Openbaring 14 vers 12, moeten wij bezitten. Zij koesteren minachting voor het boek van God. Dat zijn ook naamchristenen en naam zevende-dagsadventisten hoor. Dat hen waarlijk wijs zou maken als ze het bestudeerden en zouden gehoorzaam. Dus bestuderen is nogal belangrijk. Heel veel mensen zeggen, ja, wij hoeven niet te studeren. Wij weten het wel. Hoe kunnen ze dan nooit gehoorzaam? Hoe kunnen ze dan nooit wijs worden? De Bijbel is voor hen een ondoordringbaar mysterie. De grote, diepgaande waarheden, hebben we ook van gelezen, hè? Nieuwe waarheden, van het Oude en het Nieuwe Testament zijn duister voor hen. Omdat geestelijke zaken niet geestelijk onderscheiden worden. Er zitten weer, Romeinen 7, vers 6 en 7. Zij moeten leren, dus studeren, dat de vrezen des Heren het begin der wijsheid is. En dat zonder deze wijsheid hun kennis weinig waarde heeft. Daar kunnen we amen op zeggen met z'n allen. 1 Korintiërs 2, vers 14 mag ik daar nog eens bij pakken. Zij die ernaar streven opgevoed te worden in de wetenschap zonder de les te hebben geleerd, dus niet gestudeerd hebben, niet oorzaak en gevolg hebben begrepen, dat de vreze Gods het begin der wijsheid is, werken hulpeloos en hopeloos. Terwijl ze alles, daar komt hij, in twijfel trekken. Die krijgen ook die twijfel, die volle twijfel over hen. Het is mogelijk dat ze onderricht zijn in de wetenschap. Maar als ze geen kennis opdoen van de Bijbel en van God, dus niet studeren, missen ze de ware wijsheid. De ongeletterde mens heeft, als hij God en Jezus kent, een blijvender wijsheid dan de grootste geleerde die het onderricht van God veracht. Als wij Jezus Christus wijsheid tot ons nemen, dan gaat het pas gebeuren. En dat is ook die blijvende wijsheid. En dan verder lezende, want dan komt die begeerlijkheid. Tiende gebod. In Jacobus 1 vers 14. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Dat is belangrijk. U wordt van uw eigen begeerlijkheid verlokt, verzocht, afgetrokken. Dus, dat is het eerste punt. Daar begint het. De start, het eerste punt is, maar een ieder, u en ik, worden verzocht als hij of zij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Dus het begint bij uzelf. Dat is het eerste punt. We gaan er eerst even doorlopen. Dan het tweede punt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende. Dus u bent in die begeerlijkheid meegegaan. Ontvangen hebbende. U hebt daar iets mee gedaan. Die begeerlijkheid. Zonde gepleegd hebbende. Dus hebbende baar zonde. En wat dan? U mag zeggen, begeerlijkheid ontvangen. En dan gaat u iets doen. Dus eerst zegt u, ik neem die stap. U hebt een keuze gemaakt. Dat is het tweede punt. En dan mag u zeggen, het derde punt. Hebt u de zonde ontvangen? Gebaard? Is geboren? En de zonde voleindigd zijnde? Dus dat is allemaal gebeurd. Baart de dood. En vooral dus die tweede dood. De eerste dood ondergaan we allemaal. Dwaal dus niet, mijn geliefde broeders. En hoe ernstig is dat om hierin te dwalen? Laat eens naar Bijbelcommentaren weer, bladzijde 200
294 toe gaan. 294, dat is even niet uit. Spreuken, maar elders vandaan. Dus die verzoekingen. Hoe gaat dat met die verzoeking? We hebben al gezegd, eigen begeerlijkheid, punt 1. Verlokt wordt, dan daarna begeerlijkheid. En daarna baart het zonde, dus die zonde, die wordt gedaan. En daarna de dood. En wel te verstaan, de tweede dood. Vierde punt. Bladzijde 294. En dan gaan we eerst een heel klein stukje lezen van zuiveringsproces bovenin. Eerst alinea en daarna iets verder. Zuiveringsproces. In dit schriftgedeelte wordt een zuiveringsproces afgebeeld. Dat plaatsvindt in het menselijk hart door de Here der Heerscharen. Dit proces is uiterst pijnlijk. Begrijpbaar. Voor de ziel. Maar alleen op deze wijze kan het schuim verwijderd worden. Juist in Malachi vinden we dat. We moeten noodzakelijkerwijze beproevingen doorstaan. We worden dus verzocht. Hebben we het ook gelezen. Vele verzoekingen. Moeten we zelfs blij om zijn. Grote vreugde hebben. Want hierdoor worden wij nader tot onze hemelse vader gedragen. Daarom zijn die verzoekingen dus. In gehoorzaamheid aan zijn wil. Opdat wij hem een offer in gerechtigheid kunnen brengen. Die oprechtheid. Daarom is die wet dus zo belangrijk. Oprechtheid naar God toe, de geboden kunnen en willen houden. En dan gaan we verder, iets onder de midden. Elke toets is noodzaak, ziet u daar staan, iets onder de midden. Elke toets is noodzakelijk en wordt zelden herhaald. Hier vindt een zuiverings- en reinigingsproces plaats. Dat hebben we al een beetje hiervoor gelezen. Door de Heer der Heerscharen. Voor de ziel is dit uiterst pijnlijk. Maar alleen door dit proces kan de afval en verontreinigende onzuiverheid weggenomen worden. Dus het is nodig dat we in die verzoekingen vallen. Onze beproevingen zijn allemaal noodzakelijk om ons nader tot onze hemelse vader te brengen in gehoorzaamheid aan zijn wil. Om de Here een offer in gerechtigheid te brengen. Staat er nogmaals, stond daarvoor ook al. God heeft aan ieder van ons bekwaamheden en talenten gegeven om hiermee te woekeren. U kent dat. De een heeft 1 talent, 2 talenten, 5 talenten. Heeft de Heer Jezus ons ook in zijn gelijkenissen verteld. Wij hebben behoefte aan een nieuwe en levende ervaring in het goddelijk leven. Om de wil van God te kunnen doen. Alle ervaringen uit het verleden voldoen niet voor het heden. En sterken ons niet om de moeilijkheden op onze weg te overwinnen. Wij hebben dagelijks opnieuw, elke dag dus, opnieuw behoefte aan genade en nieuwe kracht om te kunnen overwinnen. Dan zullen er ook opnieuw elke keer weer verzoekingen zijn. Interessant. Pijnlijk, maar waar. Zelden worden wij in alle opzichten tweemaal in dezelfde omstandigheden geplaatst. Waarom? Omdat we dan van tevoren weten hoe we zouden reageren. Maar God brengt ons elke keer in een andere omstandigheid. Omdat wij dan steeds beter verstaan hoe wij met situaties om moeten gaan. Niet met één, die één hebben we al gehad. Dat weten we al. Maar weer een andere. Dus allerlei soorten van omstandigheden leren ons op laatst de verzoeking te overwinnen. Want anders baart het zonde bij ons en dan zijn we te laat. Laten we eens lezen bij de patriarchen, hoe het hun afging. Zelden worden wij in alle opzichten tweemaal in dezelfde omstandigheden geplaatst, nogmaals. Abraham, Mozes, Elia, Daniel en vele anderen werden zwaar beproefd, maar niet op gelijke wijze. Iedereen heeft zijn persoonlijke toetsen en beproevingen in het levensdrama, dus hier op deze aardbol. Maar dezelfde beproeving komt zelden twee keer. Iedereen heeft zijn eigen ervaring, die bijzonder is in zijn aard en zijn omstandigheden, om een bepaald werk te doen. Die beproevingen zijn nodig om een bepaald werk te doen. God heeft een werk, een bedoeling in het leven van ieder van ons, van u en mij. Elke daad, hoe gering die ook zijn mag, heeft een plaats in ons levenspatroon.
Wij moeten gedurig het licht en de ervaring hebben, weer dat licht, meer licht, en ervaring hebben die van God komt. Wij allen hebben ze nodig en God is meer dan bereidwillig om ze ons te geven als we ze willen aanvaarden. Dan komt weer dat zinnetje. Hij wil ons allemaal mildelijk geven. Dus die beproevingen zijn onherroepelijk noodzakelijk. Omdat dat ons brengt tot gerechtigheid, oprechtheid in het hart. En dan gaan we naar vers 17. Want we hebben gelezen, het gedurig het licht en ervaring hebben die van God komt. En als we dan vers 17 van Jacobus 1 pakken. Alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven. Licht, inzichten. Van de Vader der lichten. Afkomende bij welke geen verandering is of schaduw van ommekeering. Dus als wij dat licht van God ontvangen en er iets mee doen, dan kunnen wij die beproevingen overwinnen. Dat wordt hier bedoeld. Dan gaan we niet zo ver dat we bij punt 3 komen, dat die zonde in ons baart. Die begeerlijkheden die komen. Of beter gezegd, die kunnen we zelfs ook nog uitsluiten, want we willen daar niet meer begeerlijk in zijn. Dat kan. Maar als ze wel komen, bij ons, door de Satan of door wie dan ook maar, dan moeten we die begeerlijkheden dus niet ontvangen, niet toelaten in onszelf. Want dat kunnen we door dat licht wat we van Jezus Christus krijgen, in ons hart, kunnen wij dat overwinnen. Dat wordt hier ook bedoeld. En daarom zijn die beproevingen ook continu gaan om u en mij straks ook door die eindtijd heen te krijgen en ons voor te bereiden. Waarvoor? Voor het eeuwige koninkrijk. Want daar zijn alleen maar oprechte mensen die allemaal beproefd zijn. Dat hebben we net gelezen. Zoals een Abraham, Mozes, Elia, Daniel. Nou, laten we maar even bij Abraham beginnen. Of blijven. Die moest zijn zoon offeren. Wat een beproeving. Nou, Mozes, weet u hoe die tegenover het volk stond. Of beter gezegd, hoe het volk tegenover hem stond. Ze wouden hem stenigen. Elia niet minder. En Daniel ook. Dus dat licht is zo ontzettend belangrijk. En God doet altijd hetzelfde. Er is geen zweem van omkering bij hem. Waarom? Omdat wij daardoor getoetst en geleerd worden hoe God met u en mij omgaat. En ook hoe wij met dat licht om moeten gaan om die toets, die verzoeking te overwinnen. En dat kunnen we alleen maar van God krijgen. Vers 18. Na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Eerstelingen zijner schepselen. Dat vinden we in Openbaring 14 natuurlijk. De eerstelingen, Openbaring 7, de 144.000. Zo dan, mijn geliefde broeders. Een iegelijk mens zei ras om te horen. Dan komt hij weer. Snel om te horen. Traag om te spreken. En traag te toorn. Hebben wij in die voorstudie gehad. Dus wij kunnen nu als geen ander verstaan. Als wij, niet wij, het licht van onze geliefde Heer Jezus tot ons nemen, dan kunnen wij die beproevingen overwinnen. Dan komen wij in die oprechtheid van Jezus Christus. Daar is alles om begonnen. Dan willen wij niets liever dan naar die spiegel, naar die wet kijken. Die 10 geboden, inzettingen en rechten. Die 3. Prachtig mooi als we dat een beetje met z'n allen. Ik wil dus meenemen naar Amos 6, vers 1. Belangrijk om dat toch even meenemen met die eerste leer van Jacobus 1, vers 18. Amos 6, vers 1. Dan leest u dat, hoe Amos dat ook heel mooi heeft bedoeld. Amos 6, vers 1. Wee den gerusten te Zion. Zion, zin, daar staat het dus. En den zekeren op de berg van Samaria. Samaria, Shatukamene. Israël. Die de voornaamste zijn van de eerstelingen. Let dus op. Der volken. En tot welken die van het huis Israëls komen. Dus wee de gerusten. Als u, zoals we in Jesaja 30 vers 9
tot en met 12 hebben we gelezen. Nog eens goed doorlezen. De gerusten, wee u. Laat de heilige Israëls van ons ophouden. Hoort u niet bij de eerstelingen. Dus wee, pas op. Als het om die eerstelingen gaat, wilt u bij die 144.000 horen, dan moet u dat woord van waarheid in u hebben. Dat licht in u hebben. Dat u oorzaak en gevolg kunt zien en gaan verstaan. Dus horen. Pas dus op. Wee hen die niet horen. Het zijn dus die kerkgangers geworden. En dan lezen we een beetje verder, want dit gedeelte hebben we nou. Het grootste gedeelte hebben we dat gehad. Want, vers 20, want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Dus als u boos bent, toornig bent, bent u niet in Christus. Die werd die gerechtigheid van Jezus Christus, waar we het hier over hebben gesproken, werkt niet meer in. Bent u niet door die beproeving heen gekomen? Wordt u weer getoetst? Op een andere manier, nooit hetzelfde, op een andere manier. Totdat u gaat verstaan, wacht, ik moet stoppen met toornen. Ik mag helemaal geen toorn in mij hebben. Had de Heer Jezus ook niet. Dus, als uw toorn werd, kwaad wordt, op wat voor manier dan ook maar. Wat ze u aandoen, of wat iemand anders een ander aandoet. Stop, u mag niet boos worden. Want het werkt de gerechtigheid niet. Daarom afgelegd hebben alle vuiligheid. En overvloed van boosheid. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Het welke uw zielen kan zalig maken. Dat hebben we eerder gezegd, zalig maken moet iets gebeuren. Moet u een ervaring met Jezus Christus hebben. En zijn daders des woords. En niet alleen hoorders. Uzelf met valse overleggingen bedriegende. U wordt volledig bedrogen als u alleen maar horen wilt en niet doen wilt. Kerkganger bent u dan. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is en daarbij blijft deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks. Deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in zijn doen. En dan vers 26. Indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Efeze 5 vers 27 natuurlijk. Dus die tong, daar komen we heel expliciet nog op. En Jacobus 3 spreekt ook over die tong. Dus ik wil dat stukje hier even laten rusten. Maar weet vooral, wat zegt u? Heb uw woorden onder controle. Continu onder controle. Weet dat het oorzaak en gevolg is. Als je die oorzaak niet verstaat, niet begrijpt, er niet mee om weet te gaan, krijgt u verkeerd gevolg. Dat is het enige antwoord wat ik u geven kan. Zie die oorzaak aan, weet daarmee om te gaan, daarna krijgt u een goed gevolg. En die wijsheid kunt u bekomen van God. Want bij God is geen schaduw van ommekeer. En vers 17. God is altijd eeuwig dezelfde. Zo God Abraham, Isaac en Jacob heeft geholpen. Zo hij Mozes, hebben we gelezen, Daniel, Elia. 144.000 wil hij net zo helpen als al die patriarchen. Dus als wij met z'n allen die waarheden diep in ons hart krijgen, oorzaak gevolg begrijpen, die verzoekingen vreugde overbeleven, overwinnen kunnen met Jezus Christus, niet uit uzelf, want uit uzelf kunt u dat niet. De wijsheid van Jezus Christus bekomen. Gaat God het willende werken in u doen? Gaat God u zo ver brengen dat die leidzaamheid heel diep in uw hart komt? En dat willen we toch met z'n allen. Zijn geboden diep in ons hart bewaren en doen. Want hier is de leidzaamheid en heiligheid.
Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren in het geloof van Jezus hebben. En dan lezen wij ook onze tekst uit 1 Petrus. 1 Petrus 7. Opdat, dat is onze eindtekst, opdat de beproeving in ons geloofs, die krijgen wij, die veel kostelijker is dan van het goud. Het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Als Jezus Christus weer komt op de wolken des hemels, dan bent u beproefd geweest. Dan hebt u die lijdzaamheid. Dan bent u fijner dan het goud van Ophir. Wat zo vaak gezegd. Dat is wat God met u en met mij wil doen. Als wij niet twijfelen. In alle nederigheid bij hem komen. En God blijven vragen om leiding in ons leven. Amen. We willen samen zingen. Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Ziet u, die wijsheid krijgen wij van God. Laten we samen zingen. Psalm 123, vers 1. Laten we samen de Heere zoeken in gebed. Lieve goedige trouwe God de Vader, lieve Heere Jezus, we komen weer voor uw heilige aangezicht om u te danken. Te danken dat u onze leermeester wilt zijn in alles, dat u ons wijsheid wilt geven over oorzaak en gevolg. Dat die beproevingen over ons komen, dat dat een vreugde kan zijn indien wij ze goed mogen behartigen, behandelen. Dat u ons daarin wilt leiden, hoe we daarmee om moeten gaan. Dat we die beproevingen overkomen kunnen. Dat we geen zonden doen. Heere, u bent het die ons leiden wilt daarin. Indien wij volhardend blijven in gebed bij u komen in alle nederigheid. Het is nodig. Het is heel hard nodig voor een ieder van ons. Wilt u zo daarom ook deze week weer met ons meegaan. Dat u de naprediker bent van uw woorden. Zijn niet mijn woorden, zijn uw woorden die tot uw oprechte kinderen in het hart worden gesproken. Vader in de hemel, wij willen u ook bidden voor het evangeliewerk. Moeten nog vele oprechte kinderen in alle kerken bereikt worden. Dat ze die geweldige mooie waarheden, die we nu ook in de Jacobusbrief mogen lezen, dat ze die mogen verstaan en eruit gaan leven. Help een ieder van ons. En help het werk voortgang te doen vinden. Zo bidden we ook voor de inzameling. Wilt u dat zegenen, lieve Heer. En voor de week die voor ons ligt. Dat we kracht mogen krijgen. Uw werk. Op wat voor manier.
ook maar te mogen doen op de manier zo u ons hebt geroepen. Dit bidden we niet omdat wij dat verdiend hebben, maar uit uw grote genade, uw grote liefde, uw trouw en om Jezus Christus onze geliefde is in naam wil. Amen. We gaan straks eerst de inzameling houden, zoals gezegd. En daarna willen we graag onze slotzang zingen. En dat is Psalm 139 en wel vers 7. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond. God wist alles van u, voordat u geboren werd. En dat is geweldig om dat te mogen weten. Laten we straks zingen, na de inzameling, Psalm 139, vers 7. Laten we allemaal gaan staan en gezamenlijk zingen Psalm 139, vers 7. En ook staan blijven om de zegen te mogen ontvangen. Ik zal u, mijn schepper, altoos loven en ook in de verdrukking. Laten we samen de zegen willen ontvangen van onze geliefde God en Vader. U en ik hebben we nodig om ook door die beproevingen heen te komen. Wilt u samen met mij de hoofden buigen om die geweldige zegen van God te kunnen en te mogen ontvangen? De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.